Hallo allemaal en welkom bij deze vlog waarin we het gaan hebben over wat het nu precies inhoudt om lijnbuschauffeur te zijn bij Keolis België. Aangezien dat ik er zelf niet zoveel over weet, ben ik naar Kortenberg gegaan. Daar hebben we Stakka, dat is een onderaanneming van Keolis, en daar hebben we Karel ontmoet. Hij is al gedurende enkele jaren buschauffeur bij Keolis en hij gaat ons eigenlijk uitleggen wat het nu precies inhoudt om dagelijks als lijnchauffeur te werken. Lekker! Karel, als jij 's ochtends toekomt, wat is dan het eerste dat jij doet? Het eerste dat we doen is inbatchen, zodat de personen weten dat wij aanwezig zijn. Dat ze ook op tijd kunnen reageren moesten we voor de een of andere reden niet aanwezig zijn. En dat ze dus een andere collega kunnen voorzien van die dienst. Ja, dat is wel. Dat gaan we dan een keer doen. Nu gaan we naar het plantonlokaal. Dat lokaal waar alle diensten liggen. Kunnen we nakijken welke dienst dat voor ons ingepland is. Daar kunnen wij zien hoe laat we waar moeten buiten rijden of vertrekken. Als we nu dat we weten welke ritten dat we moeten uitvoeren, gaan we naar de omleidingen kijken. Dus hier kunnen we dan van iedere dienst eigenlijk zien of dat er ergens werken zijn, wat dat omleidingen zijn, waar dat je voor moet opletten. Ja, inderdaad, okay. Van hoe laat tot hoe laat, welke dag tot welke dag. Ah, oké, okay. Handig. Ja, inderdaad. Dan gaan we nu naar de bus. Sala. Dus wij zetten de bus aan, zodat dat het betalingssysteem, het soldatensysteem, kan opstarten. Daarna maken wij een rondje rond de bus om te zien of er schades aan zijn. Die melden we dan ook onmiddellijk. En dan starten we onze dienst op in de bus terug opnieuw. Dus dat is dan bandenspanning controleren, blikschade? Nee, het is enkel blikschade. Enkel blikschade. Bandenspanning en de motor en zo worden elke avond gecontroleerd. Ah, oké. Dus dat wordt voor ons gedaan. Wij kijken enkel als chauffeur nog naar eventuele nieuwe schades die de avond ervoor niet zijn gemeld. Zo, deze ziet er goed uit voor de dienst. Ziet er proper uit. Dan gaan we starten. Elke dag hebben wij een andere dienst. Wij zitten ook in de reserverol als nieuwe chauffeur. En dat is het hele grote voordeel dat je elke dag iets anders doet. Terug opnieuw een nieuwe uitdaging, andere lijnen, leert kennen, kan leren kennen. En doe jij dit werk al lang? Al 6 jaar. Ik ben hier begonnen op mijn 22e. Op je 22e al, dat is vroeg. En je vindt het nog altijd plezant? Absoluut, elke dag. Dat is fantastisch. Wat ga ik je laten doen, dat je je rit kunt rijden. En merci, hè. Dat is graag gedaan. Jij zei bedankt. Okay. Zo, hopelijk weet je nu al iets meer, maar moest je toch nog vragen hebben, dan kan je hiermee altijd terecht op www.rijbewijsd.be. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.